Ik ben hier op kantoor bij Wil-Jan Vloed, operationeel directeur van de Westerschelde-ferry. Ik ga vanmiddag even met hem in gesprek. Wil-Jan, of meneer Vloed, de meeste mensen kennen u nog vanuit de sportwereld. U bent lange tijd coach geweest in het betaald voetbal, Sparta, ADO Den Haag. En nu bent u sinds 2021 directeur hier van de ferry. Best wel een hele andere werkomgeving. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik heb inderdaad, ik denk ruim 20 jaar in betaald voetbal gezeten. Met allerlei verschillende functies. Trainer, directeur, hoofdopleiding, binnen en buitenland. Vele mooie clubs gehad. Daarvoor heb ik in de hulpverlening gezeten. Maar ik heb nog wel na het betaald voetbal heb ik eerst 3 jaar directeur geweest bij de Roperen. Dus de overgang van de Roperen naar de Westerschelde was een ander soort overgang dan dat je rechtstreeks vanuit het betaald voetbal naar de Westerschelde overstap zou maken. Is natuurlijk een hele grote overstap die we hebben gemaakt, maar ook wel een heel verfrissende overstap. Omdat je eigenlijk op zoek was, waar kan ik in een organisatie een stip op de horizon zetten en die ook eens een keer afmaken. En dat is in betaald voetbal altijd een stuk lastiger. Ja, dan zijn het altijd momenten en hier kan je eigenlijk structureel aan de gang. Ja, in betaald voetbal heb je, als je 3 of 4 jaar ergens werkt, is het al heel lang. Nou, die tijd krijg je meestal niet. Nee. Ik denk dat ik bij 3 clubs 3 jaar heb gewerkt en de rest was het allemaal 2 jaar of zelfs bij 1 club 1 jaar. Dus altijd korte termijn werken is altijd. En ik merk in mijn leven dat ik eigenlijk veel meer iemand ben die ergens een stip in de horizon neerzet en daar naartoe wil bouwen. Dan dat ik altijd maar weer opnieuw begin en altijd maar weer in een andere omgeving. Ik wil gewoon eens een keer iets afmaken. Okay. Het eindresultaat zien. Okay. Nou, ik hoop dat u hier nog lange tijd blijft. Maar een ander ding. Kunt u zich de eerste keer de kennismaking met de ferry nog herinneren? De allereerste keer toen ik bekend was dat ik directeur werd. Of misschien dat u al in uw jeugd al een keer hier met de oude schepen overgevaren hebt. Of ik heb hier in de periode, dan moet ik even kijken, dat is 1998 volgens mij geweest. Ben ik met de kinderen naar de overkant gegaan. Omdat we toen een periode hadden dat de jongste net geboren was. En wij vonden dat het beter was om in Nederland te blijven. En toen hebben we een camping gezeten in de Zoutelanden. En toen zijn we hier naartoe gegaan en hebben gewoon een keer de overkant gekeken. En zijn we naar Breskes geweest, iets gegeten en weer terug met oude PSD-boten. En de eerste kennismaking met de ferry, de Westerschelde-ferry, zoals die nu is? Ja, die heb ik redelijk anoniem gemaakt, omdat ik had gesolliciteerd. En ik kreeg bij het eerste sollicitatiegesprek derwaarde veel vragen over alles en nog wat. Toen merkte ik wel dat ik zowel de beide schepen niet kende, als niet precies wist de omgeving. En toen heb ik gewoon als toerist petje op, gewoon eens een keer ingecheckt naar de overkant. Nee. Eens een keer gekeken hoe het een en ander ging om bij het tweede gesprek veel beter voorbereid te zijn. Dus dat was de kennismaking. Ja, en de echte kennismaking was eigenlijk precies 2 jaar geleden. Dat we daar in begin mei, een van mijn eerste werkdagen, toen heb ik eigenlijk heel veel tijd geïnvesteerd om de mensen te leren kennen. En dan zul je voor het nautisch personeel op het schip moeten zijn. Dus toen ben ik bijna elke dag op een van de beide schepen geweest. Ah, oké. Nou, over eerste kennismaking gesproken. U heeft natuurlijk ook heel veel vaste gasten aan boord. Mensen die echt afhankelijk zijn van de veerverbinding. Zoals scholieren, studenten, mensen voor hun werk. Ja, zij kunnen niet anders dan hier met van de veer gebruik maken. Wat ziet u voor mogelijkheden voor hen in de toekomst? Nou ja, kijk, het is inderdaad onze meest dankbare groep natuurlijk. Hè? Want je ziet met name in de 8 maanden tijd is dat eigenlijk onze vaste kern. Die onze studenten, wij weten dat we door het jaar heen de boot van 718 uit Breskes, een van onze drukste boten is, in die 8 maanden dat we buiten het hoofdseizoen kijken. En eigenlijk vinden we dat we daar nog wat flexibeler moeten zijn. Want kijk, het is nu zo dat scholieren, die pakken de boot van 718, dan komen ze om 740 hier aan, maar hun school begint pas om 8:35.
Nou, dan moeten ze eigenlijk nog een lange tijd wachten. Nou, dus hebben wij voorgesteld, als je gaat kijken naar een nieuwe schepen, om eigenlijk misschien wat flexibelere rooster te krijgen, dienstregeling te krijgen, om daar veel meer te kijken, wat is op het juiste moment nodig om af te varen, hoe kun je dan met kleinere boten toch nog efficiënt zijn om die goed vol te krijgen, om hier naar de overkant te kunnen. Nou, dat zou heel mooi zijn als zoiets verwezenlijk kan worden. En wat een andere groep gasten betreft, dat zijn natuurlijk de toeristen, de mensen die hier in de zomermaanden komen. Nou. En die hebben natuurlijk een heel ander gevoel bij het overvaren. Die gaan dan met een gevoel van, ja, zo'n boottochtje, dat is een uitje, een attractie. Ja. Ziet u mogelijkheden om dat attractiegevoel te verbreden en misschien wel te vermarkten? Hoe ziet u dat? Ja, dat is natuurlijk, kijk, van de ene kant zijn we natuurlijk opletten, omdat we natuurlijk gewoon een regeling hebben met de provincie, dat wij deze concessie uitvoeren. En in de concessie staan natuurlijk bepaalde verplichtingen die je moet doen. Ik denk wel dat we zowel, onze belangrijkste groep blijft de forensen en blijft de studenten, de scholieren, ja. Want die maken hier het gebruik van en voor hun is dit echt een levensbehoefte, vind ik. Dus daar moeten we heel goed naar kijken. Maar ondertussen is het natuurlijk te gek voor woorden dat we zoveel toeristen zitten die allemaal bereid zijn om een kaartje te kopen. Daarmee zou je ook de rest van de periode de kosten wat omlaag kunnen drukken. Alleen de toerist heeft een iets andere behoefte dan de reguliere passagiers. Hè. Dat zijn dus forensische studenten. Dus die willen misschien wat langer varen. Die willen eigenlijk nog wat meer zien. Die willen een stukje entertainment. Die willen wat catering aan boord. Nou, met al die nieuwe plannen nemen we dat zeker ook mee. Omdat wij ook denken dat je met deze faciliteiten die je hebt, kun je beter naar 800.000 passagiers gaan dan naar 600.000 passagiers. En eigenlijk moet je het zo zien. Door het afzien in de zomer van de bevolking hier, hè, door veel toeristen, volle boten, kunnen we ook een beter product bieden voor de forensen en voor de studenten weer. Als je bij wijze van spreken goede boten hebt met volle bemanningen en je kunt daar een succesvol formule neerzetten, dan kan je ook dat te goede laten komen aan de reguliere bevolking van Zeeland. Ja, en dat zou heel mooi zijn. Dat betere product, dat begint hier eigenlijk al op het Veerplein, heb ik gezien. Ik heb gezien dat het leuker aangekleed is. Ik heb die paarse kaderwand gezien met wervende teksten. Ik heb gezien dat er een speeltuintje is met speelwerktuigen voor kinderen. De terminal is dat opgefrist met ook wat reclameborden. Houdt het hiermee op? Of? Nee, het is nog maar het begin. Nee, het moet op allerlei manieren groter. Zowel, kijk, je moet ook echt de combinatie zoeken tussen wal. Ja. En tussen schip. En eigenlijk moet je misschien wel naar iets dat je een dagje uitmaakt voor de mensen dat ze hier komen, even zitten, maar ook de lokale bevolking, dat dit een leuk uitgangsgebied is, dat je hier zit, dat het ook leuk is naar de overkant, omdat je daar ook weer wat te bieden hebt. Dan moet je dus de samenwerking met Breskes zoeken en vice versa. We moeten gewoon op allerlei manieren kijken dat we gewoon wat meer passagiers kunnen krijgen. En ondertussen niet vergeten dat mobiliteit voor dit gebied van Nederland heel belangrijk is. Als wij jongerenlui hier willen behouden, dat ze naar school te kunnen gaan, dat ze uit kunnen gaan, dan is het eigenlijk misschien natuurlijk een beetje raar dat ze in het weekend in het laagseizoen de laatste boot voor 9:15 moeten pakken. Misschien moeten we eens een keer nadenken. En dat bedoelde ik eigenlijk als we voldoende vet op onze bord te hebben, omdat we goede zomers draaien, om te kijken of het weekend voor de studenten en voor de mensen die graag hier uit gaan naar Vlissingen met een latere boot ook wat service kunnen gaan bieden. Nou, dat zijn allerlei zaken die we in de toekomst zeker voor ogen hebben. En daarvoor moet dit gebied, zowel aan Breskes als hier, ook op de wal, heel veel beleving bieden. Dat mensen gewoon hier leuk komen, dat ze het gezellig vinden, dat ze hier wachten. Dat het s'avonds ook een veilige omgeving is, omdat er veel meer mensen komen. Nou, dat zijn we met z'n allen. Je moet het ook als totaalbeeld zien. Als je het alleen maar ziet naar de schepen, dan is het niet zo moeilijk om beleving te doen. Dan zet je een muziekje op, je brengt iemand. Maar juist de combi. En de grootste uitdaging die ik heb, vind ik dan ook, niet de forensische studenten, maar eigenlijk heel veel de bevolking van Breskes en Visken, die eigenlijk tegen mij zeggen, nou, misschien wel 2 jaar geleden dat ik een keer naar over ben geweest. Ja, die moeten eigenlijk zoiets zeggen, nou, elk jaar willen we hier toch een keer komen, een dagje uit, even naar de overkant, iets beleven. En misschien moeten we dat wel doen met een tentoonstelling hier en aan de overkant, dat ze vice versa moeten gaan kijken. Nou, dat zijn allerlei ideeën die we hebben. Ja, het biedt nog voldoende kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Maar waar u waarschijnlijk ook mee geconfronteerd wordt is, ja, dit is natuurlijk vervoer op water. En als we over vervoer praten, dan hebben we het ook over milieu. En we hebben gehoord dat ook voor de scheepvaart de milieueisen aangeschroefd gaan worden.
Er komen strengere maatregelen om ook de CO2-uitstoot te beperken. Wat gaat dat voor uw bedrijf betekenen? Nou, heel simpel. Kijk, wij zullen ook daarmee moeten. En daar zijn we natuurlijk achter de schermen volop mee bezig. Om te kijken dat je met andere brandstoffen kunt gaan varen. Daar hebben we eerst gekeken met de huidige schepen. Nou, dat is een hele moeilijk proces om die helemaal om te bouwen. Maar met de provincie zijn we in onderhandeling en aan het kijken naar nieuwe, naar de toekomst, naar nieuwe schepen. Ja, en dat is dan heel logisch. Dat zijn zero-emissie schepen die echt niet meer op de ouderwetse diesel gaan. Want dat is niet van deze tijd. Dat kan je niet. Deze mooie omgeving, deze mooie natuur hier, die moet je borgen en daar moet je heel zuinig op zijn. Dus je zult op korte termijn echt andere stappen moeten gaan maken. Oké. Ten slotte, een laatste vraag. Hoe ervaart u als iemand met Brabantse roots het werken hier bij ons in Zeeland? Ja, het is, ik moet wel zeggen, het is van de ene kant voor mij fantastisch. Want ik kwam hier en ik kende eigenlijk niemand. Ik had geen netwerk, ik kende de mensen niet, ik sprak de taal niet. Ik moest natuurlijk allemaal wennen, ook nog met mijn Brabants accent. Maar ik ben in een hele mooie omgeving terechtgekomen. Ik vind het echt een hele warme omgeving. Ik mis af en toe wel een beetje de ambitie. Ja, ik voel af en toe niet die passie die ik graag zie. Vooruitstrevend willen zijn, initiatief willen nemen. Dat vind ik af en toe wel jammer hier, want je ziet dat het af en toe, het komt wel, de toerist komt wel. Dit jaar niet, doen we het volgend jaar. Daar moet ik zelf een beetje aan wennen, want ik ben veel meer en ik heb wat minder geduld en ik wil veel meer vooruit. Maar ik vind dat het een heel warm bed hier is. Want het is wel zo ondertussen met alle verenigingen en alle instanties die ik tegenkom in overlegmomenten. Het is altijd een heel warme sfeer. Het is nooit scherp, het is nooit gemeen, het is nooit hard. Het is altijd heel warm. Ja. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Alleen, er zou in mijn optiek iets hoger tempo en iets meer passie. Een tandje erbij. Een tandje erbij. Ja, en ook iets meer passievoller. Okay. Want je moet gewoon heel trots zijn op wat we hier hebben. Wat deze omgeving is. Hier komen zoveel toeristen. En dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, die komen hier omdat ze het heel mooi vinden. Ja. En daar moeten we iets meer gebruik van maken.